Martin Steven Berghuis. Hij wilde graag, jullie wilden graag. Het ging niet gemakkelijk, maar daar is hij dan toch. Gelukkig. Nee, zo is het. En als je dat dan voor elkaar krijgt met elkaar, dan ben je eigenlijk enorm gelukkig. Hè. Vorig jaar heeft Steven een fantastisch jaar gehad. Heel veel rendement gehad, maar ook een jongen die enorm bij Feyenoord past. Ook dingen toevoegt in de selectie die je niet altijd hebt. Hè. Ongelooflijk voetballersvermogen, fantastisch linkerbeen. Maar ook iemand die past bij Feyenoord in de groep, zich moeiteloos aanpaste toen. Ja, je hebt natuurlijk een geweldig jaar met elkaar gehad en we hebben heel graag hem willen continueren bij Feyenoord. Maar goed, hij stond onder contract van Watford. Het was maar een huursituatie, dus hij ging in eerste instantie zeker terug. Maar ja, Steven heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij heel graag bij Feyenoord wilde blijven. Nou, wij wilden heel erg graag. Nou, net wat je terecht zegt, het waren inderdaad hele moeizame onderhandelingen. Het heeft zeker 2,5 week geduurd, denk ik. Maar uiteindelijk gaat het over het eindresultaat. En dat is dat Steven Feyenoorder is en dat hij voor 4 jaar net getekend heeft. En dat we enorm blij zijn met zijn komst. Ik denk dat het ook fijn is om te merken als technisch directeur dat een speler zelf ook heel graag wil komen. Dat was ook heel erg belangrijk, hè? Want als Steven niet zo duidelijk was geweest, dan is zo'n deal natuurlijk hartstikke moeilijk. Vanuit een Premier League club en dan toch naar een Nederlandse club. Ja, dan moet je echt wel iemand hebben die zegt van ik wil echt alleen naar Feyenoord toe. Want als dat in het midden gelaten wordt en je moet gaan concurreren met heel veel andere clubs. Ja, dan wordt dat gewoon erg lastig. Nou, we hebben het met elkaar hebben het front gevormd en is hij uiteindelijk Feyenoorder. En is hij aanstaande zaterdag de eerste officiële wedstrijd om de Supercup hier thuis tegen Vitesse. Ja, is hij beschikbaar. Ja, was wat dat betreft de timing nog belangrijk? Want nu gaat het echte werk beginnen natuurlijk. Absoluut, ja. Je probeert dat eigenlijk nog eerder voor elkaar te krijgen, maar nogmaals, dat ging eigenlijk niet. Hè. Je zegt het net al, het was niet zo gemakkelijk. Het heeft echt wel een aantal weken geduurd. Hè. Want ja, hoe eerder Steven bij de groep, hoe beter. Aan de andere kant heeft vorig jaar natuurlijk een goed jaar gehad. Hij kent de jongens. Hij is op en top fit. Een beetje in tegenstelling tot vorig jaar. En toen had hij toch een minder seizoen daarvoor gehad. En heeft het eigenlijk een aantal weken, maanden geduurd voordat hij echt op zijn niveau kwam. Nou, dat is natuurlijk nu anders. Hij heeft een heel seizoen in zijn benen. Heeft een goede voorbereiding gedraaid met Watford. En komt top en topfit hier aan. Dus hij kan zo instromen. Je hebt het altijd liever eerder, maar het ging echt niet eerder. En ik ben al blij dat het nu deze week kan in voorbereiding naar de eerste officiële wedstrijd. En de eerste eigenlijk finale om een prijs.